Om de zoveel tijd wordt het idee opnieuw geopperd. Waarom maken we van de tuin rond het kasteel van Laeken geen publiek park? Een groene long, als het ware, 250 voetbalvelden groot, in het hartje van Brussel. Wie zou daar geen baat bij hebben? En toch, tussen wensen en werkelijkheid, Lauke van den Driessen. Een mooi stukje groen om te voetballen met de kinderen. Het is iets wat een understatement. Dit domein telt 186 hectare. Bijna even groot als Monaco. Een oase midden in de drukke stad. Buiten de muren ligt een andere wereld. Lancia entree du Parc Royal. Voor mij. Interdit entree. Interdit. Maar c'est dommage pour le quartier alors. Non, parce que nous avons l'entrée à la Maison Royale, à le Palais Royal. Et à l'entrée, quand à les serres et tout, vous pouvez entrer. Voilà. Domenico heeft er zich bij neergelegd, maar voor lokale Brusselse politici is deze muur al 10 jaar lang een doorn in het oog. Vandaag dient Groen een resolutie in. Eerder al pleiten SPA, N-VA, Open VLD en ook PS voor de gedeeltelijke openstelling van het domein. Voorlopig zonder enig resultaat. Kleine glimp. Els Ampe is hier schepen. En nu gaat hij open zo. Ze woont vlakbij de koning en ijverde 10 jaar geleden al als een van de eersten voor de openstelling. Veel mensen zijn fier dat ze wonen bij het koninklijk domein. Maar er zijn ook veel Lakenaars die geen tuin hebben en die in de dichtbevolkte wijken hier langs wonen en graag ook van het magnifieke zicht zouden profiteren. De mooie vijvers die er zijn. Er is zelfs een klein stationnetje. Het is allemaal erg romantisch, maar helaas verscholen achter de hoge poort. Maar Brusselse initiatieven haalden voorlopig weinig uit. De tuin van de koning is dan ook federale materie. 49% valt onder de regie der gebouwen, 51% is van de koninklijke schenking. Eigendom van de Belgische staat dus en het vruchtgebruik, zeg maar, ligt bij de koning en zijn familie. Ik zou dat openstellen en het is niet meer van deze tijd dat lieden van hoge adel het allemaal voor zich houden. Ook Paul van den Driessen, Republikeins royalty-kenner en senator voor N-VA, ziet de tuin graag open. En met twee N-VA-ministers die bevoegd zijn, Jan-Jan Bon voor de regie der gebouwen en Johan van Overtveld voor de koninklijke schenking, kan dat ook lukken, zou je denken. Maar zo simpel ligt het dan blijkbaar toch niet. Het is een juridisch kluwen van wie heeft het daar nu eigenlijk voor het zeggen en wie kan een beslissing nemen om dit of dat af te dwingen. Je kunt proberen via de regie, je kunt proberen via de koninklijke schenking, maar naar ons aanvoelen zal je toch altijd op een of andere manier de medewerking van de koninklijke familie zelf nodig hebben om dat domein open te stellen. Ja, dus je kan niet manu militari dat gaan afdwingen? Wel, je zou theoretisch zeggen, we gaan dat eisen dat dat op de raad van bestuur van de koninklijke schenking komt en dat de regie der gebouwen, maar dan krijg je natuurlijk een direct conflict tussen de koninklijke familie en de federale overheid. En de forsing voeren, daar zullen een paar juristen aan te pas komen. Liever geen forsing dus. Opmerkelijk gematigde taal. En de koning, die moet het dus ook eerst oké vinden. En denkt u dat het paleis daar iets voor voelt? Dat weet ik niet. We mogen dan hier rechtstreeks aan de koning vragen volgens het protocol. Het schijnt wel dat hij er heel graag gaat joggen, hè? Ja. Dat hij er graag gebruik van maakt. Dat kan zijn wel, tuin, hè? Dat kan wel, ja. Maar dit domein is 186 hectare groot. Dat wil zeggen 250 voetbalvelden. Groter dan de gemeente Sint-Joost, waar 30.000 mensen samenleven. Ik denk dat er ruimte genoeg is voor de koninklijke familie en voor de mensen die in Brussel het domein willen bezoeken. Ik heb begrepen dat verschillende leden van de regering ook zeggen, ja, eigenlijk moet je het domein openstellen. Gedeeltelijk in het jaar of helemaal of een stuk van het domein. Dat zou heel fijn en mooi zijn. Nu, als die koninklijke familie slim is en als ze zegt we moeten een beetje aan public relation doen in deze tijden, zouden ze misschien zelf kunnen zeggen laat het ons zo oplossen. Want op een dag gebeurt het anders toch.
Ja, geen algemeen toegankelijk park dus voorlopig. Maar van 14 april tot en met 5 mei 2017, dit jaar dus, zijn de serres van het Kasteel van Laeken wel open voor het grote publiek. Het is een gelegenheid om toch al een glimp op te vangen.